gehoord dat u ook last hebt van epilepsie. En gebruikt u daar ook medicijnen voor? Zullen we eens even gaan proberen te zitten? Wij gaan naar de kinderboerderij in het Wijzigpark. Daar is iemand onwel. Hij zou nog wel ademen. Verder is er niets bekend. Wij passeren nu de tunnel stadzijde. Ja. Ligt op de stoel zitten daar. Ja. En de ademing al. Kom. Ik word bij Ridderkerk opgevangen. Deze of dit? Ja. Ik word bij Ridderkerk opgevangen. Dat had geen tijd. Ja, dit is het. Die loopt goed. Dit is perifere. Ik ga een beetje afblazen. Op je ja. Als het ja. Goed is, ga je nu zo pakken weet naar de... Wat is bij onder de zit je onder de 20 zitten. Ja, hij zit nu onder de 20. Ja, ja hoor, Astrid. De tensie is laag, hè? Ja. Saturatie ook... Wordt inderdaad flink, zwelt flink, hè, hier. Ik ga de scoop meenemen. Ja, dat is goed, Bram. Jongen, jongen, dat is aan de andere kant helemaal. Ja. Hey. Rijd dadelijk de auto wel even om. Vanaf Rotterdam wordt begeleiding overgenomen. Hier lukte het niet. Dus dat is niet genoeg mensen vrij. En dan ongeveer vanaf de Brienenoord krijgen we begeleiding mee. Dat we in ieder geval de Maasboulevard door kunnen rijden. Goeiedag. Hoi. Tropische kast, de orchidee. Wat is hier wat gebeurd? Is er gebeurd? Die man heeft epilepsie en dan zakt hij niet in de donker. Ja, ja. Maar eens luisteren, als jullie nou met de sigaret even weggaan, want dat is het minst prettig. Ja, ja. Ja, graag. Ja? Maar je vraagt op mij, wat, mag ik toch weer het zeggen of niet? Ja, ja natuurlijk. Hoe is het? Wat is er gebeurd? Ik heb zeker nog twee gele en twee gedachten niet. Verzorgingshuis in Dordrecht gaan we een meneer ophalen, een bekende van ons. Een aantal maanden geleden herhaald vervoerd naar de Daniel den Hoed kliniek voor bestraling. Die meneer moet nu ter controle bij de chirurg komen in het Amstelwijk ziekenhuis hier in Dordrecht. Ja, eerst lag hij daar, hè? Ja, nee, maar... Ja. Nou legt hij hier. Nou legt hij hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw Gippert. Ja, dan liet het al lopen. Mijn hele bed is verschond. Hoog, hoog. De zenuwen. En dan kwam hoe hij niet. Oh. Ik kan niks hij meer. Hij kan niks nee, meer. Hij kan niks meer. Hij is helemaal ingezakt. Ja. Ja. Ik wil helemaal door mijn rug heen. Ja, dat ga je wel. Ja, ja. Dan heb ik gehoord dat u ook last hebt van epilepsie. Ja, heb ik. En gebruikt u daar ook medicijnen voor? Ja, ja, ja. En die hebben u ook gewoon ingenomen? Ja, dat weet ik wel. Ja, ja. Zullen we eens even gaan proberen te zitten? Want het lijkt me dat u hier niet zo makkelijk ligt. En wat is jullie positie momenteel? We zitten nu ten hoogte van de afrit 24-26 op de 16 en wij bevinden zich al achter de auto van de politie in Rijnland. Het voordeel is dat wij ongeveer zeebenen krijgen zo. Ja. Hij staat open. De politie komt iets op. Hoe is het met de pijn? Veel pijn. Veel pijn ook weer. In zijn heup. Niet van kanker. Kan u plat liggen? Ja, plat liggen. Nou, of niet erg. Dan zullen we hem daar gewoon een stukje overheen zetten. Dus ik begrijp dat zal u even op moet pakken. Ja, ja we doen ons best. Zullen we een stukje de stoel draaien dan? Lijkt wel eens zwaar hoor, die stoel. Ja, u moest bij de polykliniek hè, van de chirurg. Hè? Ja. En als nou die chirurg weg is, dan krijgen jullie op je nek hoor. Zijn we te laat dan? 2:30 moest ik er wezen. Wij zijn om 3:00 begonnen, mevrouw. Nou, ze zijn. Dat is heel vervelend. Ze hadden hem even op de buik. De zuster heeft opgebeld. Maar ze hadden daar fout begaan.
zalig, daar ben je maar neer. Een beetje opzij, naar rechts. Zo. Dan pak u even goed in, het is goed koud buiten. Kom eens even zitten. Oh, god. Nog even een beetje vragen. Hebben u ook wat alcohol gedronken? Nee, dat drink ik niet. U drinkt niet? Nee, ik heb wel gedronken, sorry. Ja, wat hebt u gedronken? Dat heb ik wel gedronken. Ja, nou, ik ruik het. Maar ik rook het niet. Nee, u rookt niet? Nee, roken doe ik niet. Nee. Van wie die is, weet ik niet. Ook niet van mij, want hij lag hier al. Nee, nee. Ja. Ik rook niet. Oh, oh. Maar, hoe gaat het nu? Bah. We zitten nu achter de politie van Rijnmond aan. Die vangt ons op. Hetzelfde geldt voor het CPA-gebied als voor het politiegebied. Reageert u niet op even drie? Nee. Als patrouilles reageert u wel op het. Ik ben 3 jaar niet buiten geweest. Je liep tegen de lamp, geloof ik, Jan. Nou, wat denk je om mijn lamp? Die is allemaal pas nu gekocht. Moest al allemaal nog heel licht in je rok, hoor. Ja. Nou, en je had gedacht aan mijn gemeubileerde kamer. Ik sproeg me, dat ging je nou, moest ik hebben. Maar we zijn er gekomen. Hè? Slukje de lucht in, hoor. Ja. Dag, tot ziens. Oké. Ik moet het allebei oppakken, hoor. Ja. Zo is het ook. Eerlijk, ik ben eerlijk. Ja. Zeg, we gaan eens eventjes naar... Daar zijn spullen. Leg daar je spullen. Het is in ieder geval aardig instabiel. Ja, en wat is jullie positie? Daar is zelf even over. Zij? Daar is zelf mee weg. Ja, maar sowieso, kijk, zo'n. We moeten gewoon 2 man hebben. Anders dan. Moeten we de auto stil gaan zetten, moeten we een 2e wagen laten komen. Maar jullie verdienen het standje, hoor, ik niet. Wat zegt u? Ik zeg, jullie verdienen het standje. Als we het verdienen, zullen we het ook wel krijgen, denk u niet? Ik krijg een standje, hoor. Dat is makkelijk. Moet je overleg op polio maar gewoon doorlopen. Niet zo hard lukken, want dat ken ik niet. Ik zal mijn best doen voor u. We zijn ook nog wel laat. Het standje zit er toch wel aan te komen, zou ik zeggen. Hij is nog wat steeds aan het meten, hij is aan het zoeken. Hij voelt hem wel, kijk maar. Een van zijn vrienden heeft gebeld dat hij een epileptisch insult zou hebben. Alleen, wat voor werk wordt ervoor gemaakt? We zullen het leger dus heil straks inlichten wat hier gebeurd is, want daar woont deze meneer. En die moet er nog verder actie ondernemen. Volgens mij wat op hier, jongens. Jongen. We gaan naar een oudere vrouw. En die is niet lekker geworden. En de huisarts is ter plaatse geweest. En die verdenkt mevrouw van een te langzame hartslag. En die wil die graag laten controleren in het ziekenhuis. Dag mevrouw. Dag. Mevrouw Kakelbeke was het, hè? Kakelbeke. Ik heb bijna verkeerd gezegd. Zegt, de huisarts is net geweest. Die had wat geconstateerd. Hij heeft ook naar de cardiologie, hè? Ja, moest even ingestuurd worden. Ik pacemaker. Dus mevrouw heeft een pacemaker? Nee, ik krijg ze. Oh, dat ligt al in de planning? Ja. Ik heb het ook in verstand. Goed. Want ik... Ja, toch wat inklemmen. Nog 2 minuten, denk ik, dan zijn we er. Nee,
trein om op. Even lekker broodje halen bij de vis. Ik heb een honger van een paard. Dan mevrouw, u verkoopt geen brood, hè? Hoeveel zitten erin? Zes. Ik twee, jij twee, hij twee. We moeten er acht hebben, zeker. Anders ja, vier gevulde koeken, alsjeblieft. Voor nu? Ja, ja, gaan we even lekker een koeken. Oh, voor een lekker buikje van. We hebben wel een mooie etalage gemaakt, zeg. Ja? Ja, is leuk. En het bijna. Doe het zo? Ja. Heel goed. Hij ja, is leuk, hè, die etalage. Moet je kijken, joh. We gaan in ieder geval even de hartmonitor aansluiten. Ja? Ben u? Wat? De hartmonitor. Dit apparaatje, dan kan ik u een beetje in de gaten houden. Ik weet niet wat dat is. Nee? Dat is, mam, dat is voor je hart. Ja, maar waar is dat? Moet u wat hebben? Nee hoor, kijk. Ze gaan het aansluiten. Ja. Op je hart. Dan kunnen ze zien of je hart goed klopt. Oké? Okay? Ja. Hij kan. Rustig aan. Ja. Dit is hemodynamisch erg instabiel. Alleen niet hebben we wervelkrommen vrij nog. Nog vrijgegeven. CWK wel. Nog niet CWK vrijgegeven. CWK wel, maar de rest niet. Nee. Zullen we eerst de beademing even overzetten? Hij staat op 8 liter, 16 keer. Dan kan je een beetje dieper ventileren. De dokter had iets gezegd van, nou, hij zal waarschijnlijk wel te langzaam kloppen, het hart. Ja, dat klopt ook. Dat kan natuurlijk heel goed. Zo. Is het dat? Hij klopt af en toe een beetje te langzaam. Wie? Het hart van u. Gaat te langzaam af. Ja. Oké. Okay. Ik heb een klein beetje piep. 3, 4. Krijg je van mij zo'n gemeen prikje en moet proberen stil te houden. Ja? Nee, proberen stil te houden, hè? Goed zo. Dit zijn geen medicijnen, hoor, die ik geef. Nee. Het is alleen een beetje vloeistof om het naaldje, wat ik net heb geprikt, oh, om het open te houden. Ja? Jij telt. 1, 2. Heeft hij er een vast? Ja, en 3. Wat er bij deze patiënt vermoedelijk aan de hand is, is dat hij aan het inklemmen is. Dat wil zeggen dat de hersenen zo ver naar beneden gedrukt worden, dat de hersenstam, dat is het onderste deel van de hersenen eigenlijk, dat gaat door een gat in de schedel naar buiten, daar zit wat ruimte omheen. Op een gegeven moment als de druk in de hersenen zo hoog wordt, dan wordt die stam wordt in dat gat geduwd. En die stam die wordt bovenaan wordt die breder, dichter naar de hersenen toe. En dan wordt die zo dicht in dat gat gedrukt dat er geen bloeddoorstroming meer is vanuit het hart naar de hersenen. Dan krijg je dus een zuurstoftekort in de hersenen, waardoor de patiënt hersendood kan raken. Dat is eigenlijk wat er bij deze patiënt waarschijnlijk aan de hand is. Onder de 1, 2, 3, 4. Dus onder de vierde rib. Etage zakken. Ja. Dus de. Ah, oké. Okay. En precies naast borstbeen plaats je dan. Nou, dat is 1 en 2. Ja. De eerste hier, rib. Dit is clavicula. Ja. Dus 1, gat 1. 2, 3. En 4. Ja. Weer, ja. Ah, oké, okay, dat is een klein beetje. Maar goed, hij zit goed hoor. Ik voel dat hij goed zit. En dit is ja, okay. C1, C2. Ja. Ja. En dan. C4, die plak je in het midden van de clavicula, dus die zit hier. Dan trek je een lijn rechtdoor over de tepel. Over de tepel. Ja. U mag erbij, mevrouw. Mag ik hierbij? Oké. Okay. Pas op voor uw hoofd. Maar ik ben niet zo groot. Lig je zo goed, mevrouw? Ja, heerlijk. Ja? Heerlijk. Zo, kijk eens aan. Rijden we mooi. Nou achteruit of voorzichtig? Nee hoor, we rijden nu weer vooruit. Oeh, dat is een hulp. Ja, we maken even een klein stukje moeten draaien. Er was een kind van ongeveer 8 maanden. Die heeft ietsje ingeslikt. En ja, het kind zou blauw aangelopen zijn. Ja, dat zijn de tegenwoordig ook weer een van de jongste meer hoor. Nee. En dan kan het wel eens gebeuren dat het hart op een gegeven moment zegt, jongens, ik heb een beetje hulp nodig.
helpen, mevrouw? Zo, probleem maar. Zo. We zijn in het ziekenhuis. En deze mevrouw, ja, gezien haar leeftijd, die zal waarschijnlijk wel een pacemaker krijgen als ze dat niet medicamenteus opgelost krijgen. Mevrouw was niet één van de jongste. 92 lentes, dus. Dat wil wel. 42. CPA? Ja, we zijn het huisarts. Vier. Hallo. Hij heeft het uitgespuugd. Mooi. Hij liep helemaal paars aan. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik had koken, dan geef ik een stukje zilverpapier. Ja? En hij geeft niet goed, dus hij krijgt geen zilverpapier. Je krijgt geen zilverpapier meer, hè? Het is me toch wat. Hij kan alweer lachen, joh. Hij kan alweer lachen. He? Het ziet er verder helemaal lastig uit. Je raakt zo'n paniekje. Ja. Ik denk maar één ding, 112. Nou, dat is toch prima. Daar zijn wij gewoon voor, hè? Een mooie auto. Ja, zeker. Maar wat nu leuker zou je een heel nieuwe strijping hebben. Dat is natuurlijk wel apart geworden. Als je dat niet op zou doen, die ecodrijf, kan deze auto 180 of 190 km per uur. Dan wordt het een gevaar voor iedereen. Voor de chauffeur, voor de verpleger, maar ook voor de medeweggebruikers. Dus we hebben daar een ecodrijf in gemaakt. Er zit een top in van 155 km met een maximaal toerental. De strijping moet denk ik ook nog wat zon hebben, want hij... Kleine en gelukkig dat het hartstikke goed met je gaat. Moeder is er erg. Is er allemaal, hè? Ik ben nou geschrokken misschien. Hey, we krijgen nou allemaal weer een op die dak. Jongen, toch. Ja. Nou, hij kan weer lachen. Hij kan weer lachen. Nou, is toch hartstikke gelukkig? Ja. En komt er ook nog geluid uit? Hey. Ja, normaal gesproken wel. Normaal gesproken wel. Ben je een beetje verkouden? Ja, ook dat, ja. 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 Wij gaan u naar het ziekenhuis brengen. Naar het Rivaren ziekenhuis. Dus ik wil zelf meelopen, heb ik gehoord van de dokter. Ja. Nou, dat kan. En ik ga ook mee even. En u gaat ook prima. Mee? Ik neem mijn tasje terug. Dat is ook goed. Ja, maar ik laat nu niet alleen. Nee, zo is dat. De vriendinnen. Het is mijn buurvrouw. Is buurvrouw? Ja. Ja. Op de Lengenhof. En we zijn met elkaar om te helpen. Zo is dat. En vertrouwen op de heer. Kijk. Oh, ja, zo is het. Zo, dan stappen we via de achterkant in. Dat is de laagste instap. Ja. Wat moet je nou aangesproken normaal gesproken doen als ik stikt? Ik heb heel hard lopen schillen met hem, maar ik weet niet of dat goed is. Nou ja, blijkbaar wel, want er is wat uitgekomen. Hè, dus, ook bij zo'n kleintje? Ook bij zo'n kleintje. Dat is echt stikkend, dat is... Dat zie je gelukkig zeldzaam, hoor. Maar, ja? Ja. Ja, vooroverleggen en ja, niet te hard een klap op de rug geven. Hè. Klopt. Dus eentje naar beneden laten hangen en dan wil het ook nog wel eens loskomen. Dus dat is het uiterste. Nou, dat het ook blijkt. Ja. Ja. Nou, gelukkig. Zolang ze nog op je onderarm passen, kun je ze daarop leggen. Ja, zo op de buik. Twee vingers of zo begin je mee. Wat ik wel doe, dat is even gegevens noteren. Ja. Dan licht ik in ieder geval wel de huisarts in dat het gebeurd is. Ja. Als hij nou klachten krijgt van wat of iets ook, dan weet hij er in ieder geval van. Oké. Okay. Dan ga ik even het boek halen. Is goed. Ja. Ja. Als ze hebben een abscesje in mijn hoofd ontdekt. Ontdekt. Met de scan, met het hersenscan. Uh-huh. En daar loop ik nou mee. Maar nou heb ik volgende week. Ik moest volgens dokter Oppelaar. Had ze tegen dokter Hoogwoning gezegd. Ik moest toch maar wachten. Totdat ik de bespreking weer met dokter Delwel had gehad. Uh-huh. Over wat er ging gebeuren. En nu zie je. Dan kom je hier in het ziekenhuis terug. We gaan een meneer ophalen. Die meneer die. Kan niet plassen. En wat die blast, dan zit bloed erbij. En daar is niet goed, daarom moet hij naar de dokter. Zou het lukken zo opstappen? Ja, kijk, daar staat hij. Zal ik hem overnemen? Prima. Oh, hij loopt nog. Ach, we pakken hem lekker in. Prima. Ja, het is vervelend. Ik geleden er een kaart om opzetten. Nee, het is goed zo. Nee, u breekt niet. Leg de handen maar op de buik. Dan pakken we u eens lekker in, want... Nu zit je die kant op, want... Het kan er niet tussenuit.
Nee. Zo. En nu komen we voor meneer Alderliste. Ja? Pas op voor u ook. Goed, we gaan nu in ieder geval even naar het ervaringsziekenhuis. En er zal dokter Ookpelaar, die zal wel de plaats vervangen, die gaat u dadelijk onderzoeken, hè, de neuroloog. Ja. En ja, dat zullen we wel zien. Ja. Ik denk wel dat u een nachtje moet blijven, hoor. Ja, daarvoor. Gaat u rijden? Ja, maar ik ben het gewend. Ja, u hebt ook een rijbewijs? Een halfstoelrijbewijs? Ja. Hartstikke en goed. En een zwemrijbewijs. En een zwemrijbewijs. Een zwem. Oké. Okay. Oké. Okay. Gaan we hier even bellen. Heftige buikpijn. Zeer goed pijnlijk. Ja, zoals je ziet, we hebben een grote fles zuurstof. Daar zit 10 liter in, onder 200 bar. Dat geeft totaal 2000 liter zuurstof in gasvorm. En we hebben een kleine fles. En die zuurstof is met name belangrijk voor mensen bijvoorbeeld met allerlei shockverschijnselen. Shock, dat is een toestand waar met name de bloeddruk heel erg laag wordt bij mensen. En dat kan door diverse oorzaken. Soms is dat op basis van hartfalen. Dat kan zijn op verbloeding. Allergische toestanden, zoals wespensteken, waardoor de bloeddruk gaat dalen. En die mensen hebben per acuut grote hoeveelheden zuurstof nodig. En dan praat je over 10 tot 15 liter. Ja, dan lijkt zo'n grote fles een heel wat. Maar eigenlijk blijkt dan dus dat je daar heel snel doorheen bent. Dus we hebben ook altijd reservevoorraad bij ons. Twee kleine flesjes. Eentje verderop in de wagen hebben we nog een reservefles. En daar redden we in ieder geval de tijd mee naar het ziekenhuis. We zetten de brancard ernaast en dan kan u overschuiven. Die weer uithouden, joh. Nou ja. Maar we gaan er wat aan doen. Zo. Meneer Alderliste. Ja. Maar naar die kant toe. Ja, oké. Zou het je lukken om naar mij toe te komen schuiven? Ja. Oké. Okay. Liever zo goed of niet? Een klein stukje dus. Liever zo goed? U bent nou in het ziekenhuis. Een dokter komt eraan. Ja, ik ben vroeger bezig. Nou, ja. Maar ja, soms kan het wel eens beter zijn. Ja, zeker. Ja, dank u wel. Bedankt. En beterschap, hè? Dank u wel. Okay. Hoor. Dag, mevrouw. Dag, meneer. Broeder. Broeder. Goed zo. Dag zusters en dokter. Zo. Het nadeel van ons werk is dat we in principe altijd te laat zijn. Het klinkt een beetje raar, maar we zijn altijd te laat. Dat is altijd al gebeurd. En de tijd dat mensen op een ambulance moeten wachten, is altijd te lang. Ook al zijn we er maar 5 minuten. Dat is 5 minuten ontzettend lang. Ik weet dat het eigen ervaring. Ik heb zelf ook wel op een ambulance moeten wachten. Die was er maar 4 minuten en ik had het idee dat het een kwartier duurde. Dat is op zich een hele leuke ervaring. Want dan weet je eigenlijk ook een beetje wat je... Dat patiënten die wij op gaan halen, ja, wat je eigenlijk wilt voelen. Ik was daar eigenlijk wel gelukkig mee, toch, met zo'n ervaring. Omdat zelf...